Als iemand aan je heeft gezeten en het voelde niet oké, dan kan het zijn dat je achteraf daarover schuldgevoelens krijgt. Je weet wel dat het niet jouw schuld is, maar toch voelt het zo. En dat voelt zo omdat je er niks tegen hebt gedaan, of omdat je hebt meegewerkt, of je liet het gebeuren. En achteraf gaan die gedachten door je hoofd van had ik maar dit of was ik maar zo. Je kunt jezelf er helemaal gek mee denken. Maar weet dat alle kinderen die in zo'n situatie vastzitten net zo reageren als jij. Dat gaat vanzelf en daar kan je niks aan doen. En het is nooit jouw schuld. Degene die het heeft gedaan, die het heeft bedacht en ermee is begonnen, het is zijn of haar schuld. En andere mensen mogen niet, nooit, zomaar aan jouw lichaam zitten. Jij bent de baas over je lijf. Zo is het. Punt. Uit. Thank you.